grootste probleem van Suriname is de politiek. Dit is de mening van de ondernemer Harry Boujawan, CEO van Kobo Holding NV. Hij was gisteren de keynote spreker tijdens de CEO talk van de Vereniging van Economisten in Suriname, gehouden in de bankethal van Torarica. Boujawan heeft zich in 1978 gevestigd als zelfstandig ondernemer en wel als contractor van Suralco, waar hij eerst werkte als constructiewerker. Daarom heeft Suralco als kwaliteitsbedrijf ook model gestaan voor Kobo NV. Boujawan gaf verder aan dat regeringen de inkomsten uit de bauxietsector gewoon hebben opgegeten. Was het maar mogelijk om Suralco uit de dood te laten verrijzen? De private sector lijkt machteloos. Er wordt al jaren gesproken over productie en industrie. Maar het komt niet van de grond. Het zijn dezelfde personen die de productie-evangelie met de mond verkondigen, maar in de praktijk tegenovergestelde handelen. Het zijn niet alleen politici en die zich zondigen tegen de algemeen belang. Menig ondernemer is verbaal veldgekanteld tegen wantoestanden en achteruitgang, maar zijn met al hun kennis, kapitaal en betrekkingen met hooggeplaatste functionarissen tot nu toe niet in staat gebleken om de negatieve gang van zaken te keren. De doelbewuste verwaarlozing en benadeling van de productiesector gaat onverkort door. We hebben geen beleid. Wanneer gaat om productie? Wat ga je produceren? Voor wie ga je produceren? We zitten met een probleem. De devise component. Alles wat je nu importeert is goedkoper. Alles wat je nu produceert in Suriname is duur. Sky high. Het is niet zomaar iets. Er is een beleid, er is niet veilig wanneer het gaat om ondernemerschap. Boujawan zegt te weten wat er mis is in ons land en wie de wolven in schaapskleren zijn. Ook gaf hij aan dat zijn producten elke kwaliteitstoets glansrijk ondergaan. Toch nemen de overheid en parastatale bedrijven geen PVC-buizen van hem af. Dit terwijl hij miljoenen euro's heeft geïnvesteerd. Boujawan wees erop dat de productie in Suriname de afgelopen 40 jaar niets voor ons land heeft gebracht. Bijna 150 productiebedrijven zijn dan ook over de kop gegaan. Ondanks alles blijft de CEO van Kobo Holding NV in Suriname, omdat ik geloof, hoop en liefde heb, zegt hij. Voor mij is het een probleem geloof. Oh, je blijft maar hopen, hoe lang? Het kan jaren duren. En ja, liefde voor je land. Dat heb ik. Maar als je kijkt naar het ministerie van HI, het ministerie van Financiën bijvoorbeeld, het enige wat ze weten is, ja, donsom, het belastingpapier is hier. Er is nooit meer hoeven in een bedrijf bij mij dat ik laat overpraten, heb je problemen. Dus mensen van de overheid, dan moet ik het ministerie van Arbeid. Nooit. En alle bedrijven hebben problemen, hetzelfde probleem. Dan kijk maar één ding, ik belasting niet betalen, En dan ga je met belasting betalen, hoeveel ga je betalen op jaarbasis? Dan krijg je een donsom. Dus als ondernemer heb ik, ja, als Suriname heb ik mijn beste naam in Suriname. En al mijn bedrijven zijn gecertificeerd. Kiwa Kima. Ik heb Kiwa uit Suriname gebracht en Kiwa. En nu hebben een aantal bedrijven gecertificeerd in Suriname. Tot zover de ondernemer Harry Boujawan. Gisteravond tijdens de VES CEO Talk. Hij heeft een niet al te rooskleurig beeld geschetst van het productiebeleid in Suriname. Ook benadrukte hij dat er geen eenheid is onder de ondernemers, met alle gevolgen van dien.